Goedenavond, dames en heren. Inmiddels zijn we aangekomen bij nog twee gasten, nog dierbare gasten van ons. Het gaat om Alfons en Cor, als het goed is. Ik zal beginnen aan Alfons, puur om de reden dat hij dichter bij mij zit. Alfons, hoe heb jij kennis genomen van deze avond? Hoe weet je dat deze avond zou plaatsvinden? Wij wonen allebei in Vierhouten en jullie hadden een heel groot bord neergezet bij het dorpshuis. En toen denk ik, even lezen, toen heb ik zitten googelen. En wij zitten samen in een ander soort gespreksgroep. En ik wist dat hij ook geïnteresseerd was in het verhaal en moslim en het ontstaan en het levensverhaal van Mohammed. Dus toen hebben we afgesproken om vanavond hier naartoe te gaan. Oké, en eigenlijk hetzelfde vraag aan jou. Volgens mij hetzelfde antwoord, maar toch even voor het proces, Co. Ik heb het van Alfons gehoord. Eigenlijk is jouw bron Alfons. Ik wist dat hij heeft de Koran al gelezen ook. Hij is meer belezen in de geschiedenis van Mohammed dan ik. En ik wist dat hij geïnteresseerd was. Dus ik zei, zullen we vanavond er naartoe gaan. Dus als ik het goed begrijp is de bron van Alfons een heel mooi bord waarop stond Mohammed. En de bron van Co is Alfons. Even vragen, want Co, heb jij het bord ook gezien? Nee. Dus jij hebt helemaal geen kennis genomen van het bord, oké. En jij wel? Ja, want ik ben geobserveerd op borden. Ik zit hier voor dit theater ook borden neer. Dus ik denk, hey, een nieuw bord. Oké, en wat vond je van het bord eigenlijk? Ik vond het een mooi bord. Het was en het triggerde. En je gaat kijken, wat is dat nou? Ja. Welke Mohammed, want je hebt natuurlijk voor iedere moslimgroepering heeft zijn eigen interpretatie van Mohammed. Welke club zit hier nou achter? En toen kwam ik op de website en toen zag ik jullie Canadese filmpje. Nou, toen heb ik het even afgedrukt en toen denk ik, gaan we toch even kijken. Interessant. En, ook, dat is de bron, hè? Sowieso, en zo ben ik ook nieuwsgierig. Ja. Co, even een vraagje. Wat is eigenlijk jouw reactie? Want wat ik hoor net van Alfons is dat jij al kennis had van de Koran. Althans. Wat is nou jouw eerste reactie als je deze fantastische avond eigenlijk hebt mogen meemaken? Ja, nou, mijn eerste reactie is dat ik al heel veel wist. Maar er waren ook wel dingen die ik niet wist. En waar ik me dan van afvraag, waar komt dat vandaan? En mag ik vragen welke dingen eigenlijk deuren openden voor jou? Deuren zijn er niet geopend. Nee, maar meer van nieuwe kennis. Ja, nieuwe geschiedkundige kennis. Hè, dus dingen, voorvallen die ik vernomen heb. Ik zou ze zo niet meer letterlijk kunnen weergeven hoor. Maar gewoon voorvallen die er in het leven van Mohammed hebben plaatsgevonden. Waarvan ik geen kennis had. En dan vroeg ik mij af om wat preciezer te zijn. Komt die nou uit de overlevering of komen die uit de Koran? Want ik heb niet de hele Koran intensief bestudeerd. Het is ook heel erg moeilijk vind ik de Koran te bestuderen. Ben ik helemaal met je eens? Want ik kan die verhalen die wel in de Koran staan, die kan ik niet plaatsen in een tijdlijn bijvoorbeeld. Nee, dat is wel erg lastig. Dus en sommige dingen herken ik, omdat ik over de geschiedenis toch ook wel gelezen heb. Dan weet ik, oh dat klopt, daar in de geschiedenis zoals ik die ken. Maar heel veel dingen toch die ik niet herken. Helder. Hey, Alfons, wat vond jij van de voorstelling op aan zich? Ik vond het heel. De beelden waren heel Amerikaans en eigen tijds. Een beetje. Ja. Nou, niet bling bling. Hype een beetje. Ja, niet bling bling. Maar goed, je hebt er geen beelden van oorspronkelijke dingen. De tekeningen vond ik beter trouwens in die beelden. Maar ik vond het heel leuk dat jullie afwisselden met sprekers. Dat houdt de aandacht van mensen vast. Dat is een goede methodiek, denk ik. Dat de jongetjes lekker gingen zingen. Dat vond ik ook wel leuk. Ja, wel heel leuk. Dat is prima. Vooral die een met die baard in de keel, die stond erachter dan zo te brommen. Maar geweldig dat hij dat nog durft, denk ik dan. Ja. En heeft het jullie beeld voor wat betreft, hè? Want jullie waren beide al We zijn geïnteresseerd in allerlei soorten geloven. Gewoon. We vinden dat interessant en vinden het belangrijk dat je van alle mensen wat weet. Hartstikke goed, interessant vind ik dat ook. En even als laatste om het af te sluiten, wil ik van jullie beide even een toch wel een boodschap voor onze kijkers. Want de gemeenschap in Nederland die ziet deze beelden dadelijk. Dus wat zou jullie... De Ahmadiyya Moslimgemeenschap. En wat is jullie reactie dan richting hun? Of wat is jullie boodschap? En dan begin ik bij jou. Van...
Nou, ik denk dat, het, dat jullie in ieder geval vanuit die jullie beweging een hele vredelievende uitstraling hebben. En dat je je best doet om dat ook duidelijk te maken. Want ja, je hebt de imago nu tegen van het moslim worden over een kam geschoren. En nu met al die oorlogen die er gedaan worden, wordt dat vaak ook in iedereen's schoenen geschoven. Ze zijn allemaal gevaarlijk, zijn allemaal primitief en zo. En dit is toch een beetje ander geluid. Dus blijf het, laat het horen. En dezelfde vraag aan jou, Ko? Ja, ik ben een vrijdenker. Ik zou willen zeggen, mijn gedachte is altijd, dat wilde ik nou net ook juist zeggen, bekritiseer niet de mensen, maar bekritiseer wel het geloof. Helder. En weet je, heel inspirerend. En ik wil jullie beiden hartstikke bedanken voor jullie komst. En wellicht zien we jullie weer in de toekomst, als er ooit nog meer van zulke programma's zullen zijn. Hartelijk dank, mannen.